Hoi, daar ben ik weer. En dit keer ga ik je meenemen in mijn eigen herinneringen en momenten die ik heb gehad met zowel Nederlandse drag queens als de drag queens van RuPaul's Drag Race. Want ik krijg vaak de vraag, doordat ik heel veel queens heb mogen interviewen voor Gossip Gay, hoe specifieke queens nou eigenlijk in het echt waren. Of ze net zo waren als op televisie of heel anders. En elke interviewer heeft natuurlijk ook zijn eigen verhaal. En ik benadruk even eigen verhaal voordat ik een hele shitload aan commentaar over me heen ga krijgen. Want dat zijn de ervaringen die ik met deze queens heb gehad. En jij kan best andere ervaringen hebben gehad. Dan mag je dat natuurlijk in de reacties achterlaten. Een van de herinneringen die het meest speciaal voor mij is, is het interview met Bianca Del Rio. Ik was eigenlijk al direct fan van haar tijdens aflevering 2, want ze zat niet in 1 van seizoen 6. Eigenlijk dat ze op televisie kwam. En toen ik haar dankzij Theater Amsterdam mocht interviewen, dacht ik, holy shit, Bianca Del Rio, die niet op haar mond gevallen en hoewel ook ik niet op mijn mondje ben gevallen, dacht ik wel, Bianca Del Rio ga ik er niet uit lullen. Dus ik ging er echt best wel met zenuwen naartoe. En uiteindelijk was ze super chill. Ik bedoel, ze maakte wel harde grappen, maar die waren niet zozeer naar mij gericht. Waardoor ik mijn werk als interviewer heel goed kon doen. Dus de tweede keer dat ik haar in Theater Amsterdam mocht interviewen, ging ik heel chill er naartoe. Lijstje met vragen. Het zijn geen vragen die ik stuk voor stuk afga, want je weet nooit hoe het interview loopt. En ik stelde haar een vraag, zij gaf een antwoord. En 10 minuten in het interview zat ik haar aan te kijken en ik dacht ineens, wow, jij hebt blauwe ogen? En ik ging nadenken, ik dacht, wow, dat heb ik eigenlijk nooit tijdens RuPaul's Drag Race gezien, dat zij kleurlenzen had. Zijn het wel kleurlenzen? En ik weet niet wat het was, of ik nou uiteindelijk heel starstruck raakte, maar het viel stil. Toen dacht ik, oh fuck, oh fuck. Dus het bleef 10 seconden stil. Tot het moment dat ik dacht, oké, nu moet je dus wel echt iets gaan zeggen. Dus toen heb ik het gewoon eerlijk gezegd. Ik zeg, sorry, ik ben even afgeleid. Ik weet even helemaal niet meer wat ik wilde vragen. En daar kwam het moment. Ze zei gewoon, neem je tijd, doe rustig aan, we hebben de tijd. Ik denk, chill. Waardoor ik eigenlijk het interview heel goed heb kunnen afmaken. Vond ik super fijn. Dus met Bianca Del Rio eigenlijk alleen maar positieve ervaringen. Positieve ervaringen had ik ook met Latrice Royale, die ik in Club Nyx mocht interviewen. Lady Bunny was ook wel leuk, want mijn vriend stond achter me. En ik doe het interview in principe en dan maakt mijn vriend vaak foto's. En Lady Bunny was continu met hem bezig. Dus elke keer maakte ze seksistische opmerkingen naar mijn vriend. Waardoor het echt een uitdaging werd om haar in het interview te houden. En om een goede rode draad. Maar het maakte het ook wel super grappig. Dus Lady Bunny vond ik ook een hele leuke ervaring. Ja, positieve ervaringen met Willem vond ik te gek. Sharon Needles vond ik cool. Door Delano was super sweet. Mindere ervaringen heb ik ook gehad. En dan vooral met één drag queen van RuPaul's Drag Race. En dat was Violet Chachki. Ik mocht naar RuPaul Battle of the Seasons in de Melkweg. En ik mocht dan ook queens uitzoeken die ik wilde interviewen. Vooraf aan de show, dat ging telefonisch. Dus ik dacht, Violet Chachki heeft dat seizoen gewonnen. Ik was fan. Ik kan je vertellen, telefonisch, ze leek zo ongeïnteresseerd. Ze kwam bijna bitchy over. En ik weet dat ik nu heel veel mensen tegen het verkeerde been stoot hiermee. Maar nou, het interview was eigenlijk ook vrij snel afgelopen. Antwoorden waren heel kort af. Waardoor de PR-dame dus zei, wil je nog iemand interviewen? Want we hebben nog tijd over. En on the spot dacht ik, Courtney Act. Die wilde ik eigenlijk ook interviewen, maar ik was vooraf angstig. Die versta ik niet, zeker niet via de telefoon met dat Australisch accent. Ik had wel moeite tijdens de afleveringen van RuPaul's Drag Race met het verstaan van Courtney. Maar ik was wel fan. En die PR-dame die zegt, Courtney Act zit hiernaast, wil je er spreken? Uiteindelijk heb ik er gesproken, ik kon er super goed verstaan. Ik heb ook soms wel het idee dat zij haar accent een beetje heeft aangepast. Dat het iets verstaanbaarder is sinds RuPaul's Drag Race, iets minder Aussie, zeg maar. En uiteindelijk, toen ik haar ontmoette in de Melkweg, hebben we er ook samen echt keihard om kunnen lachen. Toen heb ik haar ook gewoon het hele verhaal verteld. Dat ik haar eigenlijk al wilde interviewen, maar ik niet durfde, omdat ik bang was dat ik er niet zou verstaan. Violet Chachki heb ik daar ook ontmoet in de Melkweg. Ik zei haar dat ik dat telefonische interview met haar had gedaan. Totaal geen interesse. Ik weet het niet zo met Violet Chachki. Voor mij is ze wel een beetje van dat fanvoetstuk gevallen. Ik vond haar heel cool en daardoor vind ik haar echt wel iets afstandelijker, iets kouder. Nee.
Maar naast de drag queens van RuPaul's Drag Race heb ik natuurlijk ook queens ontmoet als Dolly Bellefleur. Dolly is een begrip in Amsterdam. Ik bedoel, ze mag er dan misschien anders uitzien dan bijvoorbeeld de queens uit RuPaul's Drag Race. Maar ze doet zoveel voor de LHBT-gemeenschap. Zoveel creatieve dingen. Is leuk op Twitter, op Instagram. Dus ik zou zeggen, volg er echt even. Maar ook een Lady Galore, die er super cool uitziet. Ik weet nog dat toen ik Lady Galore alleen kende van het nachtleven, ik heel graag een keer met haar op de foto wilde gaan, maar niet zo goed durfde. Omdat ze best een, nou, naar mijn idee, spannend uiterlijk heeft. Misschien is indrukwekkend uiterlijk een beter woord. Maar toen ik haar uiteindelijk interviewde, merkte ik hoe lief, hoe open, hoe eerlijk Lady Galore is. En Galore is misschien wel de meest internationaal georiënteerde drag queen van Nederland. Galore heeft tijdens het interview zo de tijd genomen. En daarom ben ik eigenlijk ook wel echt wel een fan geworden van Lady Galore. Ik zou ook zeggen, kijk vooral de Drag Queens United video's die ze uitbrengt. Heel coole videoclips met heel veel drag queens erin. En volg er zeker op Instagram. Eigenlijk zijn dat een beetje de verhalen die ik wil delen. En vaak vragen mensen ook, ja, maar wat vind je nou interessant aan iemand met een pruik op, een man met een pruik op? En dan denk ik, ja, maar het is zo kortzichtig om dat te zeggen, want drags zijn tegenwoordig zoveel meer dan alleen een man met een pruik op. Ik bedoel, het is echt een vorm van kunst. Of ze nou grappen maken, of ze nou goed kunnen zingen, of ze nou kunnen performen, nou noem het maar op. Het is echt heel erg vet. Dus ben jij niet bekend met het fenomeen drag queen en wil je dat wel worden? Kijk dan vooral op internet, op YouTube naar video's. Maar als je Netflix thuis hebt, zou ik ook echt zeggen, kijk vooral naar RuPaul's Drag Race op Netflix. Er staan elke keer weer nieuwe seizoenen op en eigenlijk heeft elk seizoen wel zijn eigen charme. Ik hoop dat ik je enthousiast heb weten te maken. En ik hoop binnenkort weer terug te zijn met een aantal interviews met drag queens uit Nederland, maar misschien ook wel met drag queens van RuPaul's Drag Race. Ik wens je alvast veel kijkplezier en we zien elkaar snel weer.